Dit is geen grap, gewoon een soort highlighter. Pap, kom eens met je hand. Een kipburger. Hoi, hoi. Ciao. Ik ga even kijken wat ik hiervan pas. Nou, ten eerste. Ik heb iets van Dior. Oké, echt mega erg, Mike. Oh. Oh, die ging wel heel veel. Oh. Goedemorgen allemaal. Ik ben heel erg verkouden. We gaan de stad in en we gaan eten zoeken, toch? Even een bijtje eigenlijk. En we gaan nog naar wacht, Westfield. Westfield en winkels, Harrods en warenhuis. En ik ga iets kopen. Alles wat ik trouwens koop deze reis, dat komen jullie niet te zien in mijn vlog. Daar komt een aparte video over. Ik ga nog een shoplog maken met alles wat ik heb gehaald in Londen. En ja, ik heb heel veel zin om dat ene te halen wat ik vanmiddag ga halen. Dus dat. Nou, ik heb mijn haar in staat. Want het is heel erg statisch. En dit is trouwens MAC Soft and Gentle. Echt mooi. Maar we gaan er vandoor. Ik heb per ongeluk al hapjes gegeten. Maar ik had echt een mega grote chocolade, broodje en een grote thee. En papa heeft een hazelnootstaaf of zo. Met de dubbele espresso. Echt schattig. Kijk dit verschil. En we zitten gewoon hier zo. Gezellig. Allemaal. Dit is allemaal shopping. Allemaal shop, shop, shop. Alles dit helemaal. Dus daar gaan we nu even heen. En dan gaan we lekker shoppen. Grootste mall van Engeland. Grootste mall van Engeland. Nou, echt mega groot. Niet normaal. Helemaal rond, hè. Oké, okay, let's shop. Shop till you drop. Oh nee. Echt wel. Mega. Nog ga je maar. Ja, dat denk ik ook, ja. Of niet? Papa vindt het nog leuker dan ik. Gezellig. Vet groot. Primark. Hier gaan we nog even naar binnen hoor. Primark? Ja, zeker. Dit is geen grap, gewoon een soort highlighter. Pap, kom eens met je hand. Wat is dat? Zo, nee, andersom. Het is gewoon highlighter. Maar dan in lush. Kijk. Lekker. Ah, het ruikt wel echt mega lekker. Ja, kijk, het is echt highlighter. Pap, niet doen. Allemaal glitter, zit je helemaal onder. Oh nee, hij is gevallen, pap. Oh, ik heb niks gedaan. Dat deed jij. Nee. Oh, dat? Ja. Heel. Lekker man. Deze is echt schattig. Oh, nou lekker, proef het. Zou ik zeggen. Of een ijsje. Deze. Hey, dit lijkt wel wat we gisteren bij de vis hadden. Ja. Yeah. Citroen. Yeah. Cadeautje. Een stukje nemen. Nou, doe het. Ja? Oh, niet met je neus erin. Nee? Ik had je moeten duwen. Ja. Ah, lekker. Don't look at me. Oh. Je moet wel je handen wassen dan. In die bak. Ja, lekker. Oh nee, ik dacht even dat je hoofd erin ging smeren. Nee, dan word je smurf. Wow, dit lijkt op mijn ontbijt. Die meid zegt tegen papa, hey, wat heb je op je handen? Ja, dat is een face mask. Doet hij het op zijn handen. Oké, okay, nu zijn we een beetje in het midden van alles. We hebben hier echt mega lekkere dingen. Niet normaal. Lopen een rondje even eromheen. Oké. Okay. Apple Store. Goed, ik ga even lekker voor mezelf shoppen. Papa is nu aan het eten. Dus daar ga ik voor. Pinpasje. Let's go. Ik ga de River Island in. Volgens mij word ik ziek. Ik echt. Oh, ik heb het zo warm. Maar ik heb heel wat leuke dingen. Ik heb van die topjes, van die echt felgeel. Deze broek. Ik moet even kijken welke ik leuk vind. Of welke past. Want ik heb maat 38 van 36. Echt zo'n puffy rode jas. Ik moet zeggen dat het allemaal heel erg fel lijkt, maar het is wat minder vet, maar goed. En daarachter nog zo'n vette broek. Dus ik ga even kijken wat ik hiervan pas. Okay, ik heb de broek aan, alleen kijk, het lijkt net een bobbel. Ik weet niet hoe dat kan. Wijd hier, dus ik ga de 36 passen. Hier zit heel goed. Dus, maar verder vind ik hem wel heel leuk. Maar als hij wat strakker zit, dan vind ik hem leuker. Kijk maar. Dus van de achterkant zit hij ook goed. Ik ga even een maatje kleiner doen, dan vind ik hem heel leuk. Ja. Oké, okay, deze zit al zo veel beter, maar hij zit echt heel goed. Dus ik doe deze wel. Want hij, nu zit hij, sluit hij wel gewoon, zeg maar,
goed aan. Dus dat is top. Ik vind deze heel leuk. En dit is een pantalonbroek. Dus het is geen legging. Dus dat vind ik wel mooi. En heeft hij nog van die zakjes. Dus deze doe ik wel. Deze is maar 18 euro. Hij is in de sale. Nou, dan weet ik het wel. Oké, echt mega erg. Maar ik vind deze echt vet leuk. Want hij kan heel mooi dicht. En dan is het lekker warm. En het is gewoon een lekkere dikke jas. En dit is nu ook wel zeg maar helemaal leuk en in. Maar ik moet zeggen dat ik het wel chill vind. Want ik heb alleen maar teddyjassen en zo. Maar soms best wel koud. Nou ja, nu heb ik het heel warm, maar goed. Maar deze is maar 30 euro. Dus deze doe ik ook. Denk ik. Lijk ik het dik in? Hier zit dan nog een zak. Zo. Ik vind hem heel leuk. Dus ik doe deze wel. Wacht, ik ga hem één keer dicht doen. Ja, ik vind dit echt top. Ik ga deze doen. Nog een jas erbij. Ah, voor 30 euro. Dat is echt geen geld. Die sale is echt top. Oh, oké, ik heb nu deze aan. Ja, deze BH is er niet goed voor. Maar verder vind ik hem wel heel erg leuk. Nou, ik zou hem ook niet zo snel denk ik zo combineren. Maar als je alleen dus dit ziet zo. Met een mooie broek eronder. Vind ik het ook heel leuk. Hij zit ook echt best wel lekker. Hij zit wel strak. Maar wel lekker. Als je snapt wat ik bedoel. Het is echt zo'n chill stofje. En het is dus fel geel. Het lijkt groen op beeld. Maar het is echt fel geel. En een andere BH eronder dan kan het wel. En het is trouwens een body. Ik heb hem even niet goed. Oké, dit is wel grappig. Ik het gewoon doe. Maar volgens mij 12 euro of 13 euro. Oké, top. Laatste broek. Deze. En dit is de broek. Ik vind hem echt mega leuk. Dit is zeg maar zo'n... Ja, ik weet niet of je het herkent. Maar het zie je wel vaak tegenwoordig. Alleen, ik zie dus dat dit zwarte... Dit is los. En dat hoort niet, denk ik. Tenminste, zo ziet het er niet uit. Het is maat 36. Dus ik ga even kijken of ze een andere maat 36 hebben. Dan weet ik dat ik hem sowieso pas. Maar dan wel een hele. Maar ik vind het ook een hele leuke combi. Ja, hij zit ook wel gewoon prima. Dus hier sluit hij ook mooi aan. Deze is tussen 20 euro. En ik heb maat 36. Dus deze doe ik ook. Oh my god, ik heb echt veel. Oh sorry, ik ben trouwens echt mega verkouden. Maar goed. Dus ik doe ze allebei. Deze doe ik trouwens niet. Want dit is heel erg... neigt bijna naar groen. En dat vind ik niet zo mooi. Ik vind dit wel echt fel geel. Dus ja, ik ga voor deze broek, deze jas, deze en deze. Moet ik alleen een andere vinden. Ik hoop dat er een andere is, anders kan ik die broek niet doen. Helaas, maar goed. Dit was mijn mini pashokje shopblog. Ik ga nu gauw naar papa, want we hadden een tijd afgesproken. En dan gaan we straks naar Harrods, de grote warenhuis. En dan ga ik iets kopen, maar dat zien jullie in een andere shopblog. Dus ik heb er zin in. En ze hebben bij Gucci en Guess hebben ze alles in de sale. En ik had zo'n mooie tas gezien. Ik weet niet, ik twijfel, maar goed. Ik ben hier echt wel heel blij mee. Ik vind het echt mega leuk. Yes. Oké, ik knalde bijna tegen het glas op. Maar het bleek dat die broek dat allebei hadden. Of eigenlijk allemaal. Dat losse aan de achterkant. Dus ik heb het gewoon gedaan. Ik ga nu papa zoeken. Yummy. Nou, ten eerste, ik heb iets van Dior, maar dat zien jullie nog wel. Ten tweede, we hebben een heel lekker cake gekocht bij Harrods. Hoe moet dit? Zo. Oh nee, hij is omgevallen. Oh nee. Red Velvet Oreo. Oh. Oké, dit gaan we even doen, hè. Het ziet er heel lekker uit. Heel duur cake, of niet? 5 euro. Smaakt die naar? Ik kan niet beschrijven. Lekker? Ja, wel lekker. Oké, we lopen hier dus door de duurste straat van Londen. Met alleen maar merken. En dikke auto's. Dus ik zit daar allemaal dingen naar Laurens te sturen. Want ik vind het helemaal geweldig. Lekker auto's spotten met Floor. Ik zag een Bentley. Ik zag een Rolls. Een Rolls of zo? Ik weet niet. Ik heb er geen verstand van. Kijk dan. Ziek. Mooi. Stond hij bezig en ik dacht, heb ik nou alles verwijderd? Wow. Oké. Okay. Wow. Gewoon een Louis Vuitton muur. Nou, een Louis Vuitton muur. Dior. Chanel. Nou, wat zullen we doen?
keuze genoeg. Ja, hier. Ik ga even bij de Louis Vuitton muur staan. Leuk man. Zijn ook heel op hier. Oh, daarom is dit er. Maar goed, we gaan even een taxi zoeken. En dan gaan we naar Chinatown. Want dat was leuk, zei papa. Oh ja, nog een dikke auto, Laurens. Een zwart iets. Een Lamborghini. SUV. SUV. Voor jou, de Lamborghini SUV. Echt. Oké, hier staat nog een dikke auto. Wat is dat voor auto dan? Iedereen maakt foto's. Kijken van binnen. Volgens mij heb ik niet gefilmd. Oh, wat dom van mij. Maar dit is de Bentley of zo. Helemaal rood van binnen. Papa werd net verbeterd. Hij zei, dit is een hupplepup. Toen zei die man, nee, dit is een Bentley. En hij, oh, dom vreemde verbeterd. En daar stond ook een dikke auto. Dat dus. Niet normaal. Al die lampjes. Oh. Zelfs die bank glittert. Oh, dit is ook Swarovski. Ja, deze hebben we gezien. Nice, nice, nice. Wow, we gaan best hard. We zitten in de fietstaxi. Oh, met Dior. Nou, leuk jongens. Bye, hi. Ciao. Hij is niet scherp, maar ik kan even niet. Ja, ja. Oh, dat is wel een klein stukje, deze. Oh, echt? Daar, ja, deze. Oh, nee, ja, doe niet normaal, die versiering, joh. Gekke werk. Ah, het is alleen fijn om even stukje. Hier, naast de dikke auto's zitten wij in de fietstaxi. Oké, we zijn nu in Chinatown. Zo is dit. Zo, en dan gaan we lekker eten ergens. Je hebt ook seafood. Cool. Kom. Doei taxi, was leuk. Ja. We zijn even bij een fastfoodketen. Papa en ik hebben een kipburger. Papa heeft Brewery Ginger Kombucha of zo. Ik gewoon cola. Even een snack. Oh, verkeerd om. Oh, lekker. Want het is hier natuurlijk. In Nederland is het een uur later, dus daar is het al bijna 7 uur. Dus ja. Oh, oh, glas. Top. Oké, we zijn in de M&M winkel. Het is mega druk, maar hier zie je allemaal M&M's. 4 etages M&M's. 4 etages, ja. Allemaal M&M's. Het ruikt hier ook gewoon M&M's. Hebba. Oké, welke wil je? Wow, die deed veel. Oké, welke ga je doen? Ik wil dark chocolate. Mega rood. En dan ben je tevreden. Het kost jou minder. Wil je die? Oh, iemand legt het gewoon terug. Er zit echt een smaak aan. Dit is gewoon lek. Het zijn allemaal hetzelfde. Ik heb alles wat je erop ziet, het is allemaal hetzelfde. Oké, okay, welke? Het is allemaal hetzelfde namelijk. Nee. Ja? Moet het niet apart zakje? Oh nee. Nee? Kan alles bij elkaar? Ja. Ja? Ben je zeker? Ja. Ja? Ja? Zo? Oké. Okay. Proeven? Nee, ik hoef niet. Nu niet. Lekker? Ja, zei ik toch? Nou, Skittles, dat is gewoon zoetige snoep. Dat is mega lekker, dat moet je doen. Ja? Ja, dat is lekker, dat wil ik wel. Oké. Oh! Oh, die ging wel heel veel. Holy moly. Snoep. Lekker hè? Oh ja. Lekker hè? Nee. Nee? Ja, lekker. Ja? Sorry. Ja, de snoep. Zeg ik toch? Lekker man. Oké, klaar. Klaar. Afbreken. Kijk dan, hoe zielig. Die ogen die kijken je gewoon aan. Hier, kijk het. Is lekker. Allemaal tools. Nou, ik hoef het niet. En alles wat in dit hoofdje. Ew, wat in het hoofd zat daarin. Zo. Oh, hij stond nog aan. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En ja, alles brandt heel erg. Ik heb heel erg last van droge lippen. Ik weet niet hoe het kan. Misschien door het weer en zo. En gewoon de airco en alles. Maar goed, ik heb dus iets gekocht bij Dior. Maar dat komt nog in een shoplog. En daarbij heb ik deze masker gekregen. Dus die ga ik even opdoen. Aangezien mijn huid toch heel erg droog is en zo. En daarna ga ik lekker chillen, want het is al best laat. En dan gaan we slapen.
En dan morgen om 2 uur gaan we weer weg. En dan gaan we eerst nog even shoppen. Nog een keer. Dus ik ga hem even opdoen. Zo, het was gewoon een crème. Maar wel super fijn. Dan is dit ook weer even lekker gehydrateerd. Ik ga zo lekker slapen. En jullie zien me morgen. Doei!